Hoe zou het zijn met de jongens die de Partij van de Arbeid al jaren geleden wilden vernieuwen? De oprichters van Niet Niks, Lennart Boy en Erik van Brugge. Het duo dat in februari 1999 voorzitter van de partij wilde worden, maar het tegen de verwachting in niet haalde. Shit, hé. Die hele spanning van het, nou ja, het zou kunnen. Je hoopt erop, je hebt er alles aan gedaan. Op dat moment voel je je even gewoon keihard afgewezen. Ondanks het verlies van toen zijn ze de klap inmiddels te boven. Boy en Van Brugge runnen met succes een bedrijf dat opdrachten krijgt van de overheid. De vernieuwers van destijds. Ook nu moet volgens hen het roer drastisch om. Kijk, het is een aantal keer is de PvdA de afgelopen tijd had ze kunnen vernieuwen. Ik vind het jammer dat het niet gebeurd is. Maar ja, aan de andere kant kan je zeggen dat er blijkbaar een enorme crisis voor nodig is om opeens mensen wel te doen beseffen dat de vernieuwing noodzakelijk is. 24 zetels, 21 zetels verlies. Een absoluut dieptepunt voor de PvdA sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze verkiezingsuitslag is dermate dramatisch dat ik denk niemand meer kan ontkennen dat er een grote vernieuwing nodig is. Een radicale vernieuwing nodig is. Wij willen nieuwkomers, mensen met opvattingen en ideeën, kritiek op de PvdA de ruimte geven om hun eigen experimenten, hun eigen opvattingen in de PvdA naar voren te laten komen. Het gelijk van BNB, zoals het tweetal kortweg wordt genoemd. Eind 1996 richtten ze Niet Niks op. Een jongerenbeweging die zich tegen de oude garde binnen de partij afzette. En toen al waarschuwde dat het echt anders moest, omdat de gevolgen anders desastreus zouden zijn. Nederland heeft gestemd en heeft gekozen voor een andere koers. Het gaat nu erom dat je heel duidelijk zegt, daar was ik verantwoordelijk voor, dat is niet goed gegaan. Ik treed terug, geef nieuwe mensen de ruimte en laat het hen maar doen. Ik geef het stokje over. Het is beter dat anderen hiervoor nu de eerste verantwoordelijkheid gaan dragen. Ik zal dus morgen de fractie vragen een nieuwe voorzitter te kiezen. Maar de stap van Melkert is volgens Boy en Van Brugge onvoldoende. Eigenlijk zou het natuurlijk beter zijn, net zoals andere mensen die trouwens verantwoordelijkheid droegen in het afgelopen Paarse kabinet, dat ze zeggen van we stappen helemaal uit de politiek en we laten nu een nieuwe generatie het eens keer opknappen. We gaan maar eens even nu blijft een soort schaduw van allemaal oud-ministers en mensen die op nadrukkelijke wijze de afgelopen periode hebben beheerst, blijven nu aanwezig in de politiek. Nou, dat is jammer, want daarmee krijgt de nieuwe generatie geen kans. En zorg je ervoor dat er weer een soort stagnatie optreedt. En dat is iets wat op dit moment de PvdA zich niet kan permitteren. Melkert en degene die mede verantwoordelijk zijn voor het falen van de partij zouden dus volledig van het politieke toneel moeten verdwijnen. Maar hoe zit het dan met PvdA-voorzitter Ruud Kolen? Ten eerste is Ruud Kolen verantwoordelijk als partijvoorzitter voor de afgelopen campagne. Daar heeft hij in gefaald. Dus dat betekent al één reden waarom we zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het tweede is dat Ruud Kolen de echte vertegenwoordiger is van de traditionele partij, van de kaderpartij. En nou ja, ik denk dat als de PvdA die weg kiest, dat een doodlopende weg is. Een grote schoonmaak binnen de partij, een wisseling van de wacht. En een nieuwe man als nummer 1. Hun favoriet is... Mijn eigen voorkeur daarbij gaat uit naar Engels Wouter Bos. Die ik denk dat het een nieuwe generatie vertegenwoordigt. En heel veel mensen aan zich kan binden. En dat is de functie van de partij in mijn ogen. En daarmee inhoudelijk debat tot veel grotere hoogte kan doen stijgen dan het afgelopen jaar het geval was. Boy en Van Brugge, ooit leek er een glanscarrière binnen de PvdA voor ze weggelegd. Dat is niet gelukt, maar desondanks zijn ze nog altijd in de ban van het politieke spel. En ook nu is hun motto vernieuwing van de partij. Als je naar de toekomst kijkt, vraag ik me eerlijk gezegd af of er niet na de Partij van de Arbeid een veel bredere, progressieve volksbeweging moet komen. Waar de Partij van de Arbeid heel breed in vertegenwoordigd is. Maar waarbij ik in ieder geval vind dat je die gedachten niet moet uitsluiten. Dat je ook dus het opheffen van de PvdA? Nou, misschien zelfs wel doorontwikkelen van de Partij van de Arbeid. Je hebt het over progressieve politiek waarin de oude tegenstellingen langzamerhand vervagen. Waarin misschien zelfs wel wat radicalere opvattingen samen weer een nieuwe progressieve politiek kunnen opleveren. En daarvoor zie ik de Partij van de Arbeid als vehikel voorlopig gewoon bestaan. Maar ik vind ook dat je de flexibiliteit en de gedachten moet kunnen ontwikkelen en kunnen bedenken. Dat het in de toekomst misschien wel opgaat in een progressieve volksbeweging die, laten we zeggen, progressief Nederland kan bedienen. Een radicaal andere partijstructuur. Nieuwe gezichten aan de top. Of zou er meer achter zitten? Zouden ze misschien zelf nog een poging willen wagen om partijvoorzitter te worden? Nee. Wij zijn niet beschikbaar.